staan voor de ingang van een pretpark, want vandaag is de 24e en ik vier kerstdag in de Efteling. Wegens groot succes van de Bobby Allen vlog dacht ik, ik doe dat nog eens. Voor deze keer heb ik een kleine Jeep en GoPro bij, zodat ik alle beelden kan filmen van buiten en van binnen. Ja, wel, dat was oorspronkelijk het plan, maar de kwaliteit is eigenlijk geen vette en er blijken ook een paar clips gesneuveld te zijn, dus verwacht niet te veel. Yay. Dus kom op, let's go! Ja, het is hier een prachtige dag voor naar een pretpark te gaan. Hè. De zon schijnt, het is winter, het is eigenlijk niet echt koud. Het enige probleem is, dat zit hier vol Hollanders. Er zijn hier zoveel attracties, zoveel achtbanen, maar niet. Het eerste waar we in moeten gaan, het Sprookjesbos. Serieus, dat is... Vloggen is schatsen tegelijkertijd, ik doe het allemaal. Geef mij een fucking YouTube trofee. Dan heb je van die mensen die hebben hier een halve living meegepakt. Voor te gaan schatsen. Ik ben een ballerina op ijs. La 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 la. Holy shit. Oké, dat was plezant om te beginnen. Maar nu gaan we eens in een echte attractie. Hè. One eternity later. Wat is er gebeurd hier? Oh my god, what the fuck? Hier ga ik mij toch wel even mentaal op moeten voorbereiden, zo. Deze vind ik echt het ergste van allemaal, hè. Dat is net naar boven gaan. Hè. Oh, nee, twee loopings. Ja. Oh, maar oh. Moet je me wat beter een handje geven, hè. Ik riskeer mijn leven hier wel, hè. Nou, moet ik toch even iets eten, hè. Aan mijn botten. En opnieuw gaat er niks boven een platte sandwich in een pretpark. Enkel deze keer ben ik omringd door de geur van frikandel uit de muur. En deze is veel potenter. Joris en de draak. Ja, filmen tijdens een achtbaan is niet gemakkelijk, hè. Tijd voor even iets rustig, iets op het gemakje. Gezellig bootritjes, hè. Ja. We gaan waarschijnlijk geen zak kunnen zien, want ja, dan wordt hier donker, hè. Oh my god, dikke kameel. Oh, vette tijger. Piesje. Oh my god, lilleke Danny. Oh, wat is dat voor iets, hè. Oh my, dat was raar. Natuurlijk komt die eruit in een souvenirwinkel, waarom? Geen idee. Ah, daar gaan we nu. Yay, bobslee. Bobslee, 45 minuten. Ik denk het niet. Oké, iets anders. Wie stil ik als aan avonturen hier.
En het wordt ook al een beetje frisser. Oh my. Maar dat gaan we ons niet tegenhouden. We gaan toch nog proberen in een paar attracties te gaan. We gaan dat nog eens moeten doen, hè. Ah, shit. Marcus, nee, ik zie het niet meer zitten. Oh, dit is hier zo donker. Oh my god, fuck me! Ah, dit is... Oh nee, nog hier! Fuck! Oh my god, dit is echt niet goed! Oh, dikke tocht! Nee, niet naar links! Ah, dit kan niet alles! Nee, niet naar hier! Nee! Ah! Wat heb je daar vast? Wat is dat? Patat. Die gekke Hollanders toch, dat is toch al een patat op een stokje, wie verzint dat hè? Of zoals ze in Tingels zeggen, potato on a stick. Nam. En zijn bakken zijn goed. Ja oké, soms zijn hun ideeën nog niet zo slecht. Nog een keer Joris in de draak. Ja. Oh god, wat een fucking rattenkamp! Voor jou! Kom op, die brood! Ah, doe maar toch hè, weer al verloren, zeg. Volgens mij is er iets mis met die rode vlag, hem. Die ging niet naar beneden. Papier? Daar? Waar? Papier? Daar? Waar? Papier? Daar? Papier? Daar? Papier? Daar? Ah, we zullen hier eens iets zoeken vergeten. Hallo. Papier, zorgie. Waarom? Moet hij papier hebben? Wil je het anders geven? Ik heb een middelvinger hier. Papier, zorgie. Moet hij hier nog gewoon reserveren voor een pizza thee? Dat is echt mijn golden. Nog een tikje. Allee, we gaan naar eten. Zeg. Ja, dan maken we een hamburger met friet, hè. En een kippetje. En beste mensen, zo voelt het dus om kerstavond te vieren in de Efteling. Ik hoop dat je hebt genoten van deze vlog. Zo ja, geef deze video dan zeker een like. Nu is de vraag nog, is de Efteling de moeite waard? En het antwoord is, ja, als je kinderen hebt. In de zomer. Als er niet veel volk is, want niemand wacht graag langer dan 40 minuten op een attractie. Je verspeelt letterlijk zoveel tijd door al te schuiven. Het is schandalig. Maar allez, ik kon deze video nog rustig laten aflopen met deze mooie beelden. Beste mensen, merci voor het kijken en nog een prettige dag.